een groene brulaap, een slapjanus en een houthakker. Het klinkt als het begin van een mop en dat er zomaar drie Nederlanders in de kwartfinale van het WK darts stonden, was dat ook wel een beetje. Ik heb niet zoveel met die drie, Van Gerwen, Van Barneveld en Van der Voort. En dan heb ik iets uit te leggen. Dat had ik de hele week toch al. Het WK is mijn jaarlijkse feestje dat ik probeer te volgen van de eerste pijl tot de laatste. Mijn eerste actie op de redactie bij het begin van mijn late dienst, de tv aanzetten. De collega's snappen daar niets van. Is dat een belangrijke wedstrijd? Vraagt er één. Ja, dit is het WK. Maar geen voetbal, zie ik mijn collega met de blik vol medelijden denken. Nou, zegt een ander, terwijl de stevige Stephen Bunting het beeldscherm vult. Die komt ook niet elke dag in de sportschool. Het is alsof ze mij dit feestje niet gunnen. Laat me nou gewoon. Een derde struikelt dan nog even over de clowneske uitdossing van Peter Wright. En een vierde wil weten waarom ik niet wat chauvinistischer ben. Nou, hierom. Ik kan niet tegen de rare smoelentrekkerij van Gerwen. Van Barneveld moet ophouden met zijn vermoeiende getop. En de rommelige stijl van Van der Voort is gewoon bloedlelijk. Ik ben meer een fan van Phil Taylor, de Mohammed Ali, de Eddie Merckx, de Johan Cruijff van het darten in één. Van de vloeiende stijl van Gary Anderson en vooral van Adrian Lewis. Voor diens vuurpijlen ging ik dinsdag eens lekker zitten. Dat hij zijn wedstrijd tegen onze nationale toptobber zo knullig uit handen gaf, daar was ik echt even ziek van. Woensdag vierde ik oud en nieuw bij vrienden op een half uurtje fietsen, dat vooral een kwestie werd van echte vuurpijlen ontwijken. En ondanks de verstouwde wijn en champagne was het knap ontnuchterend dat het hele WK niet één keer ter sprake kwam. Ben ik echt de enige? In dat geval zit niemand tot hier te kijken. Laat mij maar, eens per jaar. Mooi dat ik dit weekende vrij ben. Mijn halve finales, de finale, daar komt niemand aan.